We zijn weer uit de beehive gekomen. Maar ik zie dat hier mijn aansteker nog ligt. Mogelijk kan ik die wel gebruiken. Ik heb hier allemaal items, hè. Allemaal items. Waarvan ik inderdaad denk, mogelijk kan ik sommige van deze dingen nog wel... kan ik daar nog wel een toepassing voor vinden. Kan ik iets met dat ding? Losschroeven. Stenen tegenaan gooien. Een tablet. Kapot schieten. Nee, een fik steken. Ja, dat kan allemaal niet. Nu zit ik inderdaad te kijken wat... kan ik nog wel? Als ik hier naartoe ga. En dan loopt hij alleen nog maar terug. Het feit dat ik nu terug ben gekomen, heeft mij opgeleverd vuur. Met die kabel. Kijk, ik kan niet naar binnen, want dat ding aimt op mij. Can be connected to the alien system. Met een kabel misschien. Nee. Currently a useless item. The repairs the system. Hier staat een container voor water. Dan zou je inderdaad zeggen, ik moet ergens op zoek naar water. Maar is het zo eenvoudig? Hier staat een slotje, zie je dat? Hier staat een slotje. Dat betekent, dit stuk hebben we afgerond. Dat stond in die instructie in het begin. Het slotje rechts, als het open staat, betekent dat dat ik die area heb afgerond. Dat is ook bij deze. Hier kan ik mezelf lanceren. Kijk, dan kom ik nu bij een plek. Die is nog niet afgerond. Hey, ik denk nu... ik heb een aansteker gevonden. Wat moet ik met een aansteker? Wat moet ik aansteken? Zou ook de vraag kunnen zijn. Die kastjes. Ik kan hierin kijken. Die kastjes zijn volgens mij wel vrij leeg allemaal. Die gast hieronder. Die heeft een soort van gun. En daar kon ik de muziekdoos op gebruiken. Kijk. Alleen... moet ik dan inderdaad weten hoe die moet staan. Zo blijkbaar. Dus dan pak je de muziekdoos. Pak dit apparaat. Wat is het? Rotate blades when needed. Rotate blades when needed. Dan moet ik een weg naar buiten zien te vinden, denk ik. Rotate blades when needed. Dat is natuurlijk when needed ook een ruime omschrijving. Hier is water. Ik denk nog, ik wil die laars vullen met water. Daar heeft de game niet zoveel behoefte aan.
ik, hier is ook nog iets te doen. Hij is iets. En dan ga ik weer terug. Dit is aanklikbaar. Dan pakt hij dit ding. Daar sla ik op. En er moet dan nog iets in, denk ik. Een kabel. Een vuurtje. Rotate blades. Een reparatieapparaat. Nee, tablet, steen. Ik denk, dus toch gek, dat hier een mechanisme is waar ik niks mee kan. Dat is gek. Je kan openslaan. Waarvan ik hier zie, er moet iets in. Maar ik weet niet wat. Die laars. Een container voor water. Denk ik inderdaad, waar haal ik dan water vandaan? Er is overal water, maar de plek waar ik water kan pakken, is minimaal. Ook hier, zie je? Er staat hier nog een slotje. Dat doet vermoeden dat ik iets nog niet heb gedaan. Volgens mij was dat namelijk wat het betekende, zo'n slotje. Dat betekende, je bent hier nog niet klaar. Ik heb nu dat ding, can rotate blades when needed. Moet hij daar iets mee? Een vuurtje misschien? Olielamp, kan die een vuurtje gebruiken? Ah, ik kan dit als paddle gebruiken. Dit is een soort garden. Kijk, zo komen we ergens. Ik kan dit als garden gebruiken. Master of Waves unlocked. Waar kom ik nou dan? Een crash UFO lijkt het wel. Is dit onze conquistador schip? Die rare beesten uit zijn gekomen. Maar de conquistadors worden overwhelmed. Recall the arrival in unknown lands. Kogels. Kogels moet in het geweer, denk ik. Ja. Wat is dit voor machine? Hij doet vraagteken. De beest rent weg voor mij. Hij gaat onder het ijs door.
om hier uit te komen. Van een bonnetje uit. Van een... Huh? Wat is hier in de rug gegaan? Empty ticket. Won't help with anything. Waar ben ik toch weer beland, hè? Empty ticket. Nog een empty ticket. Apparaat wat hier staat, kan ik daar iets mee? Kan het kapot? Water, hier kan ik nog een paar aanklikken. En dan gaat hij weer naar de boot. Oh nee, hij gooit hier wel die laars vol met water. Oké. Dan heb ik een laars vol met water. En er was iemand die had dorst. Ja, ik weet alweer wie dat was. Kan ik die terug? Ja, ik kan wel terug. Die hangman die had dorst. Ik heb nu water gevonden. Kan ik dan geven aan die hangman? Ik moet wel elke keer deze hele animatie kijken, zie je. We gaan daar rechts natuurlijk ook weer terugkomen. Niet deze hangman, maar die aan de andere kant. Die moet een sleutel nog in het hok. En wat die man hierboven wil, dat weten we niet. Wil hij een ticket? Of moet die ticket in de deur? Nee. Wil die man een ticket? Wil die voorop geschoten worden? Nee, maar niet. Even kijken, de hangman moet ik gaan zoeken. Om hem een laars met water te geven. Kijk, hier is het slotje unlocked. Dat betekent dat ik in dit gebiedje alles gedaan heb wat ik kan doen. Die hangman hierboven. Die hangman hierboven, die heeft dorst. Die hangman hierboven heeft dorst. Dan zeg ik, doe het, ik heb een laars met water voor je. Ja, 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 rustig jongen, rustig. Ik wil klikken, wacht dat hier. Niet? Niet? Can measure the water level. Hij wil drinken, wil die wijn dan? Dat heb ik niet. Can measure the water level. Anders. Hier heb ik de fuses uitgehaald. Ja, kijk, hier is ook al het slotje open. Dus dit betekent ook, hier heb ik gedaan wat ik kan doen. Hier heb ik gedaan wat ik kan doen. Niks kan. Kan ik met deze nog naar beneden? Dus
zijn een beetje zoekende, maar dat maakt niet uit. Oh, dan kom ik hier. Dat is niet wat ik berekend had. Die man wil een glas met water. Een glas met water, vraagt hij specifiek om. Aan dit beest moet ik mijn vlag laten zien. Nou ja, hier zit een indruksysteem achter wat ik nog moet ontdekken. Deze kast kan ik optillen en weer terughalen. En wat ik daarmee kan, is mij niet duidelijk. Kijk, want ik heb hem naar beneden gegooid. Ik kan hem ook weer terugzetten. Kan ik hem repareren? Nee, ik kan een stuk uitknippen. Hier kunnen we allemaal niks mee. Nu ook een geladen geweer. Weapon ready for use. Waar wil ik op schieten? Misschien wel op die poort aan het begin. Die bewaker. Kunnen. Hier heb ik ook alles al gedaan wat ik kan doen, zegt hij, terwijl die man nog dorst heeft. Maar dat kan helemaal niet. Slotje betekent je bent klaar. Wat kan ik doen met een geladen geweer? Is nu een beetje de vraag. Slotje al open. Dus dat doet vermoeden dat ik hier ook al klaar ben. Ik wil het kasteel in. Waarbij inderdaad de vraag is, hoe gaan we dat doen? Laars met water.
Dan ben ik weer hier. Oh, ik ben... Nou ben ik aan het zoeken naar welke buis is nou wat. Naar boven. Ik ben nou op zoek naar de uitgang. Ja, hier zo. Ja. Dit heb ik ook allemaal opgelost, zegt hij. Het slotje is unlocked. Terwijl ik ook deze machine hierboven volgens mij nog helemaal niet gebruikt heb. Ik heb er een paar klappen tegenaan gegeven. Ja, wat ga ik doen met een doorgeladen geweer? Sneller lopen is ook geen ding. Kan dit ding kapot met een doorgeladen geweer? Ook niet. En ik kan hier gaan staan. Dan word ik gestoten. Steen gooien. Ja, ik kan hier niks mee. Dan moet ik die kop mee uitschakelen met een bepaalde item. En hier is het inderdaad. Waar ik ook klik, hij gaat gewoon terug. Ik kan dus zelfs een doorgeladen geweer is daar niet goed genoeg voor. Een laars met water. Empty ticket. Won't help with anything. Beehive iets doen. Maar wat? Hier zijn we klaar, zegt het systeem. Het slotje is open. Kan ik naartoe lopen en pak je die lamp op en die zet hij weer neer. Kan ik iets met die lamp? Dan gaat hij in die boot. Zitten.
Waarom, waarom is deze man boos? Kan die man hier neerzetten? Dan kan ik niks met hem. En ik kan, als ik hier ben, kan ik gaan varen. De man daarboven. Ik kan hem naar links en naar rechts draaien, dan kan er verder niks mee. Hier kan ik ook niks, behalve kijken wat er gebeurt. Hier heb ik dit apparaat dat hier op de grond staat. En het apparaat dat daar in de muur zit. Ah, die kan kapot. Die kan kapot. Dat kost mij mijn arkebus. En ik vind een thermometer. Een thermometer. Can measure the water level. Records the water level. Thermometer. Die zal ergens in moeten, denk ik. Maar goed, ik vind nu hier op dit eilandje een gecrashte UFO. Hier is een gat in de grond. Moet ik daar iets inzetten? Stekker, tablet. Nee, steen. Nee, iets repareren. Een ticketmachine die alleen maar lege tickets geeft. Daar hebben we ook niks aan. Nee, ik stel voor dat we in de volgende video gaan kijken wat we met die thermometer dan moeten. En dan ga ik jullie daar hopelijk weer zien. Dus graag tot dan.